begon als boer op deze boerderij in 1955. En toen verbouwde ik, ik begon om aardappels te verbouwen. En 8 hectare. En toen was er nog geen bewaring in de schuur of zo. Maar toen de tijd was het ook zo dat er veel aardappelen hingen van het bedrijf weg, zo van het land. En dan had je allemaal sorteerbedrijven en al dergelijke. Maar dan heb ik een gedeelte, de helft, die heb ik bewaard in kuilen. Toen ik die achter in de schuur hier de zaak in orde maakte voor aardappelbewaring verder, dan zijn we begonnen met driehoekkokers. En die werden gemaakt bij de firma Tosma in Emmeloord. Nou, dat was een verbetering, want die had geen lateroosters meer nodig. Als je vierkante kokers had, dan moest je er aan de kanten zo lateroostertjes in aansluiten, maar met die driehoekkokers was dat niet meer nodig. Ik ben verschillende keren ook nog een lezing geweest van Tosma en die adviseerden je dan hoe je het beste aardappels kon bewaren. 1974 ben ik begonnen om, heb ik een mechanische koeling gebouwd hier voor de opslag van uien speciaal van 600 ton, ook al met ondergrondse ventilatie. En daar heb ik ook advies gehad van Tosma over de breedte van de kanalen en al dat soort dingen meer. Dus dat was een hele verbetering die we te danken gehad hebben aan Tosma. In de jaren 80 kregen we een akkerbouwbedrijf hier in Zuidelijk Flevoland. Daar moest uiteraard ook een aardappelbewaring bijgebouwd worden. We kochten toen een systeem wat heel goedkoop was. Alleen een minimum en maximum thermostaat en de rest, de luikenbesturing, deden we allemaal zelf. Eind jaren 80 kregen we gigantisch veel Vitoftra. We hebben toen meneer Goos gebeld, wat moeten we doen? Hij adviseerde ons gelijk de luiken automatiseren. Elke uur moet je ze kunnen pakken. Dat hebben we gedaan, op basis van goede werking. En u ziet het, hij hangt er nog steeds. Het werkt fantastisch. Je kunt elke uur je pakken om op deze manier je product goed te kunnen bewaren. Later, toen ik verantwoordelijkheid kreeg over een loods in Zeewolde, werden we opnieuw geconfronteerd met verschillende partijen. Ook dat moest gedroogd worden. Tosma heeft daar een bewaarcomputer neergezet, waar ik toen voor het eerst kennis mee maakte. Het werkte fantastisch. We hebben daar partijen gehad met 20% Vitoftra, grond, 1 kachel erbovenop en we kregen ze droog. Onvoorstelbaar. Zo kun je zien dat je met Tosma niet alleen de techniek, maar ook de kennis in handen hebt. De relatie die wij de laatste jaren met Tosma opgebouwd hebben, heeft niet alleen geleid door het aankopen van ventilatoren en computers, maar ook doordat we het eind van het seizoen samen een veel beter kwalitatief product hebben en dat we samen elkaar naar een hoger plan kunnen brengen. Met de investeringsplannen die wij in de toekomst hebben, willen wij graag en verwachten we wij en eisen we van Tosma dat ze met dezelfde kennis en beleving ons ook in de toekomst proberen te helpen met dezelfde kwaliteit product af te leveren.